Ja, oké. Goedenavond. Het is 8 uur. We gaan weer verder met twee Peters. Welkom. Fijn dat jullie, degene die kijken, er ook weer zijn. En ook hier in Sassenheim. Bij Helene thuis. We zijn in twee Peters. Het is alweer een tijdje geleden. Vorige week niet. En de week daarvoor. Kerstnacht, ja. Hebben we over de Heer Jezus en de profetieën, hè, konden ze het weten dat hij de Messias was. Dus het is inmiddels alweer 3 weken geleden dat we hier mee bezig zijn. Nou, we zijn in 2 Petrus 3. En we zijn, nou ja, hoofdstuk 3. Er staat bij mij spotters met de jongste dag. Nou, de jongste dag, dat wil zeggen, wat daarin staat, spreekt hij over Petrus, over het oordeel. Hè. En dat hebben we mooi gezien, duidelijk gezien, de dag des Heren. Dat is een dag waarin alleen de Heere verheven zal zijn. En alle hoge ogen van de mensen, alles zal vernietigd worden en weggedaan worden. En laten we eens even kijken. Ik lees even vers 11. Terwijl dan, 2 Petrus 3, terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende, tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Hier zie je dat hij de dag Gods noemt. Ja? Dat is dus echt het allerlaatste moment dat de aarde dus niet door water, maar door vuur echt ja, vernietigd. Nou, vernietigd, het wordt gerestaureerd. Hè? Echt, maar alles wordt echt door vuur versmolten en verbrand. Dat is net zo hoe heet dat? Met de zondvloed, water. Alles is vergaan. Echt alles. En daarna kwam weer iets nieuws uit voort. En dat is in dit geval de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want dat zegt de Petrus ook. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Nou, ik weet niet of je het nog weet van de vorige keer. De welke gerechtigheid woont, ja. Dan spreekt hij echt over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De allerlaatste fase in Gods plan. En dat lezen we in Openbaring 22. Dat Johannes ook de nieuwe hemel en de nieuwe aarde ziet. En de Heer Jezus zegt toch ook ergens: tot de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Ik weet niet of je die tekst weet, precies. Huh? Ja, dat mijn woorden zullen. Nou ja, in ieder geval. Maar. In gerechtigheid woont, ja. In een duizendjarig rijk is ook gerechtigheid, maar er woont niet op de hele aarde woont gerechtigheid. Hè? Want de Heer Jezus zal regeren met een ijzeren roede en er zal zeer zeker nog geoordeeld worden en er is ook nog zonde en ongerechtigheid. Hè? En dat zal ook geoordeeld worden. Dus er zullen ook mensen nog gelovig worden. Ja, gered worden. Je weet, als je niet gered bent, wat ben je dan? Ben je niet gerechtig, ben je ongerechtig. Is ongerechtigheid. Maar in de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, dan woont daar gerechtigheid. En dan komt dat, dan zal God zijn alles en in allen. Nou, in allen, nou, dat betekent echt ook in dat begrip ook echt allen. Ja? Dus elk schepsel, in hem woont God. Dus dan begrijp je ook dat er geen ongerechtigheid al mee woont in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan in vers 14. Daarom, geliefde, verwachtende deze dingen, benaastig u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. Laten we eerst openen in gebed. Vader, wil u danken. Danken voor deze dag van genade in de bedeling der genade, Vader. En er gebeuren allemaal vreselijke dingen. We hebben het ook weer op het nieuws gezien in Frankrijk. En ons gebed gaat ook naar de mensen uit, Vader, die in verdriet zijn. Mensen hebben verloren. Maar dat zij dan, juist in die omstandigheden, misschien hun troost willen gaan zoeken bij de God van de Bijbel. En dan uiteraard bij uw zoon die u gegeven hebt om te sterven voor iedereen, Vader. Want u hebt iedereen lief. Dat de mensen die leven in angst, Vader. Maar dat wij al onze angsten en zorgen bij u bekend zullen maken, zodat uw vrede in ons hart heerst, Vader. Wilt u ons ook weer licht geven op het woord, zodat wij daaruit leven en niet uit de omstandigheden, maar dat we gesterkt worden door deze krachtige boodschap. De Bijbel lezen en dan rechtgesneden en dan zal het ook ons bekrachtigen, elke dag weer, Vader.
Zo willen we vragen ook daarvoor, voor die verlichting vanavond. En ook danken voor het geweldige offer van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. In zijn naam dank u. Amen. Nou, dus daarom gaan liefden, hè, zie je, ze verwachten deze dingen. Nou ja, Paulus spreekt over, wij verwachten de Heer uit de hemel, dat hij ons komt halen. En zij verwachten in feite dat de Heer natuurlijk naar hun toe op aarde komt. Want dat is ook eigenlijk een beetje de context van hoofdstuk 3. Want er zijn er in vers 3, in de laatste dagen zullen spotters komen die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. En in vers 4 en zeggen, waar is de belofte zijner toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin de schepping. Nou, daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Maar in de tijd dat Petrus dat schrijft, werd dat ook gezegd. Petrus heeft deze brief geschreven in de handelingenperiode. Maar ja, we weten allemaal, het is niet gekomen. En dus krijg je natuurlijk de spotters. En ja, dat heb je nu in deze tijd natuurlijk ook. Die Jezus, waar komt hij dan? We hebben wel meegemaakt dat mensen gingen in 1914, was het? Ging ergens op een berg zitten, volgens mij het waren de hoofdgetuigen. Want de Heer zou komen, hij is niet gekomen. En ja, dan wordt er natuurlijk ook lacherig over haar gespot. Maar wij weten, hij zal komen. Maar in die tijd kwam hij ook echt niet. En daar was ook een reden voor. En dat is natuurlijk de bedelende genade. Dat lezen we ook in vers 15. Maar hij zegt, voordat we daar, want Paulus is de verklaring daar natuurlijk voor. Maar in vers 14 zegt hij, als je deze dingen verwacht, laat dat benaastig u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. Ja? Dus met andere woorden, ja, hij zijn komst genaakt. Ja? Maar als je weet dat hij komt. Dat is zo met de bruiloft. Hè? Als de bruiloft lees je ook in Matthäus en dan weet je dat hij in aantocht is. Nou, dan ben je toch bereid dat hij komt. En zij ook, is dat dan door een heilig of door een onheilig leven? Nou, wij verwachten hem als het goed is, ook elke dag. En dan hoop ik dat hij ons ook bezig mag vinden, ja, met de dingen die van de Heer zijn. En dat we niet in het vlees zullen wandelen, bijvoorbeeld. Nou, en dat is voor hun ook, ja. En kijk, dat zie je ook in vers 11 staan. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. Nou, en in vers 15, en acht de langmoedigheid onze Heren voor zaligheid. Gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft. Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende, in welke dingen sommige zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften. Tot hun eigen verderf. Ja, hoeveel gelovigen zullen dit niet lezen en helemaal niet merken. En die zien, ja, nou, Petrus spreekt ook over Paulus. Dus ja, dit is gewoon, wat maakt het uit, ja. Maar het is bijzonder dat Petrus dat zegt, ja. Want hij zegt in vers 15, acht de langmoedigheid ons Heer voor zaligheid. Nou, hè, dat zie je ook in vers, even kijken. Die langmoedigheid. Ja, ik moet even wennen met mijn andere Bijbel. Het staat allemaal op een andere plek. Vers 9. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achter. Die belofte, welke belofte? Van zijn komst. Maar is langmoedig over ons. Niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Dat zie je in de hele Bijbel. Constant. God, hij is traag tot toorn, toch? Wij moeten ook traag tot toorn zijn. Waarom? God is het ook. Want als je het goed bekijkt, had de toorn natuurlijk al lang over deze wereld kunnen komen. De toorn is gekomen, wel. Adam en Eva werden eruit gezet, maar toch werd er dan gelijk een bloed gevloeid voor hun. Er was een uitkomst. Met Noach, er was weer een uitkomst. Met de torenbouw van Babel, er was weer een uitkomst. Hij heeft de heiden aan zichzelf overgelaten, maar is met Abraham verder gegaan. En de wereld kon dan via Israël weer de redding krijgen. Nou, en ga zo maar door. Israël is afgevoerd, wegens overspel met vreemde goden. Is weer teruggegaan, maar God heeft zijn plan. Hij maakt het af, hè. En dan zie je, er komt de Heer Jezus, ze kruisigen hem. Nou, normaal zou de vader natuurlijk gelijk toornen, maar ze krijgen weer bekering.
Nou, dan is Israël gevallen. Bij Handelingen 7 hebben ze Stefanus gestenigd. Nou, het moet afgelopen zijn. En dan komt er weer de bedeling der genade. We weten dat voor in de hemel is dat de allerlaatste kans. De bedeling der genade. Maar dan nog weten we hierna. Dan krijgt Israël alsnog. Want het plan van God, dat gaat gewoon gebeuren. Ja? Dus dan gaat het volk gezuiverd worden en dan gaan ze het koninkrijk in. En dan krijgen de heidenen in die tijd ook nog weer de kans om gered te worden. Maar dan is het wel afgelopen. Ja? Aan het eind van het duizendjarenrijk. Dan krijgen ze daartussendoor de grote witte troon. Ja, sorry, maar dan is er echt geen genade meer. Hoor. Dan is het afgelopen. En dan zie je de hemel, nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nou, en dat is het. Nou, en hier ook. Hè? Dus hij is langmoedig over ons. Ja, wie zijn ons dan als Petrus dat zegt? Ik geloof niet dat hij over het lichaam van Christus spreekt. Ik geloof dat hij spreekt over, ja, over de Joden, over Israël. Je kan wel zeggen over de kleine kudde, maar de kleine kudde is al zalig. Maar het Joodse volk, Paulus zegt ook, ik wens al van Christus verbannen te zijn voor mijn volk. Romeinen 9, 10, 11 spreekt hij elke keer dat het zo'n droefheid is, ja? Dat zijn volk in die situatie is. Ja? Maar goed, je ziet ook, ook voor de, nou laten we even naar 1 Timotheüs 1 vers 16 gaan. Want als hij spreekt over langmoedig over ons. De langmoedigheid. Hè, dat ze moeten, Peter zegt, en achter langmoedigheid onze Heere voor de zaligheid. Gelijk onze geliefde broeders, naar de wijsheid die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft. Dus van langmoedigheid, Paulus is de uitleg daarvoor. Wat die langmoedigheid is. En, oh, 1 Timotheüs 1 vers 15. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, omdat Jezus Christus in mij die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld. Degene die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Nou, Paulus is daar een voorbeeld van. Hoezo? De langmoedigheid van God. Nou, Paulus was een godslasteraar. Dat zegt hij in dat vers daarvoor. En Israël heeft de zon tegen de Heilige Geest omgegaan. Dus ze zouden, de toorn had, kwam over hun natuurlijk. Maar dat is stopgezet. En Paulus is uit die natie, uit het gevallen volk, is hij gered. En heeft hij daarom in die tijd nog altijd, is hij eerst naar de Jood gegaan. Ja? Zodat zij alsnog dan redding konden krijgen. Maar nu onder een andere evangelie. Dus ja, als Petrus dus spreekt over God is langmoedig over ons. Dan zie je, als Petrus op dat moment dat schrijft. Dan is dat in dat boek Handelingen. En dan weet hij inmiddels van Paulus, ja, wat er aan de hand is. En dan weet hij ook dat Paulus dus nog steeds eerst naar de Jood en dan naar de Griek gaat. Ja? Het is bij Paulus voortdurend hartzeer. Dat zal het bij Petrus ook geweest zijn, wat er nou gebeurt, wat er allemaal gebeurt. Hij snapt het eerst niet, nu weet hij het van apostel Paulus. En dan zal hij ook blij geweest zijn dat Paulus natuurlijk eerst ook naar de Jood ging. Ja? Zodat alsnog een overblijfsel, dat is een ander overblijfsel, een overblijfsel uit de gevallen, uit het gevallen volk Israël bij Stefanus, alsnog, niet door het evangelie van het koninkrijk, maar door het evangelie van Gods genade gered kunnen worden. Dat is bijzonder, hè, als je dat ziet. En dat is, ja, dat is de langmoedigheid van God. En toen Petrus dat schreef, was die zaligheid, de zaligheid, in verband dus met de vermindering. Ja? Dus gedurende periode in het boek Handelingen, tijdens de reizen van Paulus, totdat hij gevangen zat. En daarna ging hij niet meer eerst aan de synagoge. Toen was het over. Ja, kijk. En dat heeft Paulus gedaan. Ja. En anders kon Petrus dat niet zeggen. Want ja, er was geen zonde die vergeven kon. Alle zonden kon vergeven worden. Behalve dan tegen de Heilige Geest. En dan was het. Boom. Was het afgelopen geweest. Toch? Ja. Als je erover nadenkt. En toch. Sosthenes. Nou, noemen, wie weet er nog een naam? Crispus. Joden, die gelovig zijn geworden, die hoorden in die gevallen generatie. Want Israël als totaliteit was gevallen. En zie je toch, daaruit worden dan toch nog mensen gered. In de bedenkende genade. Nou, dus ja, dan zie je, en dat kan je alleen snappen als je het woord de waarheid snijdt.
dat die mensen dan toch nog gered kunnen worden. En dat Paulus, dat Petrus dat zegt, ja. Nou, oké, dus ja. Gaan we terug. Dus Petrus zegt dat. Acht de langmoedigheid onze Heren voor zaligheid. Ja, dus die langmoedigheid. Voor Petrus, ja, is dat inderdaad zaligheid nog voor ja, Joden die dan nog geloof worden. Terwijl het volk dus eigenlijk gewoon geval is. Let op, hè, want die generatie is natuurlijk uitgestorven. Ja, die dat meegemaakt hebben. De steniging van Stefanus, dat volk is over. Dus daarom is het ook helemaal over dat je nu eerst naar de Jood gaat. Sommigen denken dat nog steeds. Ik las er pas nog ergens. Maar nee, het is gewoon, je gaat nu gewoon naar iedereen toe. Dus heel specifiek spreekt hier over. Want ja, je ziet ook, dat is ook wel mooi, dat Petrus nu dat ook kan zeggen. Als je hier kijkt, dat Petrus weet dit dus van Paulus. Hè? Want gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijze die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft. Dus je zou kunnen zeggen, Petrus begrijpt het nu. Door Paulus. En wat is onze tekst? Ik zeg hem vaak. 2 Timotheüs 2 vers 7. Merk hetgeen ik zeg. Doch de Heer geeft verstand in alle dingen. Nou, dus met Petrus zie je precies hetzelfde. Zie je dat hij kan het begrijpen. Omdat hij luistert naar Paulus. En nu heeft hij inzicht. En dat zie je heel duidelijk. Dus Petrus verwijst hier naar de apostel Paulus. Dan zouden heel wat heiligen in het lichaam van Christus. Wat meer aandacht aan mogen besteden, willen ze de Bijbel begrijpen. Want de Petrus, die ze volgen, die zegt, nee, je moet Paulus volgen. En in Galaten 2, hè, dan, dat is een verslag over de conferentie in Jeruzalem. En Paulus, die gaat ook naar degene die geacht waren wat te zijn, hè? Toch? En wie waren dat? De pilaren, Petrus, Jacobus, Johannes, de grote namen, toch? Hebben zij Paulus wel geleerd? Of heeft Paulus hun iets geleerd? Ja, u weet het antwoord. Ja, want wat zegt Paulus? Zij hebben mij niets toegebracht. Zij hebben mij... Hij ging er niet heen om te horen... Nee, zij hebben hem niks geleerd hoor. Hun werd iets duidelijk. En dat zien we met Petrus ook, hè, dat hij op een gegeven moment zegt... Oh, wacht, met Cornelis, ja. Ik snap het nou. Aan de hand wat Paulus allemaal vertelde. Toen ging Petrus zien. Toen werd hem licht gegeven, ja. Door de Heilige Geest. Nou, dat is een beetje ja, wat je dan zo tussen de rails hier kan zien staan. Ja. Weet je wat ook mooi is trouwens, wat ik hier zie staan? Dat Paulus zegt, Petrus zegt, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus. Nou, het is best wel wat te stellen of wat met die Paulus. Tenminste, Paulus met hem. Ja, want hij heeft hem toch even in het openbaar. Want hij was wel de oorzaak dat iedereen op dat moment, want Paulus zegt in 2 Timotheüs, ze hebben hem allemaal verlaten in Azië. Maar terwijl hij in Antiochië zat, de uitvalsbaas, het hoofdkwartier van het lichaam van Christus toen de tijd, dat ze allemaal van Paulus afvielen. Zelfs Barnabas. Maar nou, daar heb je het over alleen komen te staan. Hè? En dat was de oorzaak daarvan, was Petrus. En Paulus heeft hem in het openbaar berispt. Nou, ik weet een beetje inmiddels dat het corrigeren van gelovigen... Dat is echt weinig mensen. Nou, laat ik voorzichtig zijn. Maar hoeveel mensen zeggen dan, nemen dat ook gewoon op en dan zou kunnen reageren, ja? Dat is ook een... ik vind het mooi van Petrus, ja. Hij heeft al een haantje de voorste. Hij heeft hier Jezus verraden en dan moet hij weer huilen. En dan bij Paulus gaat hij weer de fout in. En toch, Petrus is een geestelijke man. Want hij weet ook wel, hij heeft ook ingezien dat hij fout was natuurlijk. En nou luistert hij naar Paulus. Hij is niet hoogmoedig. Ik de grote Petrus. Ik ben de grote apostel. En wat doet hij? Mijn rol is uitgespeeld. Het gaat niet om mij. Het gaat om wat de Heer wil. En hij heeft Paulus erkend als de apostel van de heidenen. Met een andere evangelie. En de rol van Petrus is gewoon uitgespeeld. En dat zie je hier goed staan. De geliefde broeder Paulus. En kan dat dan een broeder zijn? Hoe kwam dat eigenlijk? Het is nog een andere evangelie. Je hebt de 12 apostelen hier op aarde. En je hebt dan het lichaam van Christus in de hemel. En hij spreekt over een broeder Paulus. Bedoelt hij dan broeder in het vlees? Dat kan. He, Paulus spreekt over de broeders die in het vlees zijn. Dan heeft hij het over zijn Joodse volk. Maar hij spreekt Paulus echt wel als een broeder aan hoor. Als in de Here. Toch in Christus.
In Christus. Ja, als je denkt aan Ananias, toen hij Paulus, naar Paulus gestuurd werd. Wat zei Ananias toen tegen Paulus, toen Paulus was bekeerd en zijn ogen waren, hij was blind. En toen zei hij, Saul, broeder, word weer ziende. Noemde hij hem broeder. En je ziet het ook als Paulus bij Jacobus is in Handelingen. Hè? Dan zegt Jacobus tegen Paulus ook, kijk broeder, ziet, er zijn vele duizenden die houden de wet. Allemaal voorbeelden, maar ga even mee naar Romeinen, Romeinen 16. Vers 5. In Hebreeën zegt hij, daarom schaamt hij niet hun broeders te noemen. Hè? Nou ja, weet je, we hebben natuurlijk wel een gemeenschappelijke vader. En volgens mij, als je allebei dezelfde vader hebt, en je bent zijn kinderen, dan is het niet zo moeilijk om uit te vinden dat je dan ook mekaars broeders bent, toch? Broers bent. In Romeinen 16, we hebben hier wel met twee verschillende programma's te maken. Maar dat maakt niet uit, want iedereen moet in Christus zijn. Want Israël ook, dat wat in Christus is, zal een redding voor de wereld zijn. Ja? En voor ons is datzelfde, wij zijn, moeten ook in Christus zijn. Gelijk zij allen in Adam sterven, zo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. En dat geldt voor de hele mensheid. Niet alleen voor het lichaam van Christus. Nou, Romeinen 16, vers 15, 6, 5, sorry. Groet ook de gemeente in hun huis. Groet ook Epenetus, mijn beminde, die de eersteling is van Achaïe in Christus. Nou, dat is dus een lid van het lichaam van Christus in Christus, ja. Maar dan spreekt hij, die zocht ik ook, maar ik moest even een andere, vers 7. Groet Andronicus en Junias, mijn magen en mijn medegevangenen, welke vermaard zijn onder de apostelen, die ook voor mij in Christus geweest zijn. Hey. En Paulus zegt, ik ben de eerste, ik ben het voorbeeld van degene die na mij gaan geloven. Nou, dan bedoelt hij mij in het lichaam van Christus. Maar je ziet hier, voor Paulus, elke gelovige, die was ook in Christus. Ja? Alleen, in Christus, de kleine kudde. Als je in de kudde bent, die in mij is, draagt veel vrucht, zegt hij toch. Ik ben het ware Israël, zegt de Heer Jezus. Ja? En wie in mij blijft, ja? En ik in hem, zegt hij tegen Israël. Dus daar zien we hetzelfde. En als we kijken in 1 Petrus 5, dan zien we ook dat Petrus zijn brief daarmee eindigt. In 1 Petrus 5 vers 14. Groet elkander met een kus der liefde. Vrede zij u allen. Die in Christus Jezus zijt. Amen. Dus de term in Christus is nou niet specifiek alleen aan het lichaam van Christus verbonden. Ja? Alleen we moeten ook hier weer goed opletten. Net zoals de gemeente, over welke gemeente praat je? Ben je in Christus? Ja, ik ben in Christus. Nou, in het lichaam van, nu in de bedeende genade is maar één mogelijkheid in Christus te zijn. Dan ben je in het lichaam van Christus. Een andere mogelijkheid is er gewoon niet. Ja, dat is wat in Christus betekent nu. Nou, en als Peter zegt, we gaan er weer mee verder. Dan zegt hij gelijkwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is. Ulieden geschreven heeft. Aan hem gegeven. Dus Peter spreekt over de wijsheid die aan Paulus gegeven is. Maar Peter heeft ook wijsheid gekregen. En toch zie je, de wijsheid die hem gegeven is, waar praten we dan over? Gewoon wijsheid. Wat denken we dan aan? Ja. Openbaar van het geheim is, ja. Volgens mij, ja, zeker. Ja, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus toch, hè? En de wijsheid, de veelvuldige wijsheid Gods. Ja, daar zocht ik naar. Efeze 3 vers... Hoeveel? 9, 10? Zal ik het even lezen? Efeze 3 vers... ja, 9. En allen te verlichten dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid is. Met profetie praat je niet over verborgenheid. Ja, in verband met die gelijkenissen en zo, de verborgenheden van het koninkrijk. Maar dan heb je het over het koninkrijk op aarde. Maar hier spreken we over de verborgenheid
die van alle eeuwen verborgen geweest is in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemelen, de hemel, de veelvuldige wijsheid Gods. En aan Paulus was de genade gegeven om die wijsheid door te geven. Ja, hij heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil, zegt de Efezebrief heel duidelijk. En even kijken hoor, of ik dat aanzien snel. Ja, in Efeze 1 vers 8. In vers 7 spreekt hij over de vergeving naar de rijkdom zijnde genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. We hebben nu alle wijsheid geopenbaard. Ik zat er zo over na te denken met de islam en als je die boeken hebt ook. Hè. Maar wie weet er nou iets, een bepaalde gebeurtenis uit de Koran? Of uit de, heet dat Gita of zo? Van de boeddhisten, hindoeïsten, noem maar een religie op. Wie weet nou bijvoorbeeld een bepaald verhaal of een gebeurtenis uit een of ander heilig boek van de godsdiensten? Dan zat ik eens over na te denken. Dan denk ik, ja, die weet je gewoon niet. Maar wat weet de wereld allemaal niet van Simpson, Mozes, David, Goliath, de Rode Zee, Adam en Eva, hè? Noach. Dat zijn allemaal Bijbelse verhalen die nog waar gebeurd zijn ook. Zie je, maar dit boek is het boek der boeken, gewoon. Er is gewoon geen ander boek. Het andere boek is allemaal, andere boeken zijn allemaal mensenwerk. Het is gewoon, als je erover nadenkt, dan denk je, ja, dat is gewoon, de mensen volgen dingen na. En het is één grote leugen. Nou, oké, ik weet niet hoe ik daarop kom, maar in ieder geval, over die veelvuldige wijsheid. Dus de wijsheid Gods, ja. Dus de wijsheid van God is in de Bijbel geopenbaard. Dat was het al, maar bij Paulus hebben we nu de veelvuldige wijsheid. En zo worden wij nu bekendgemaakt met alle wijsheid. Ook de wijsheid die verborgen was, is nu bekendgemaakt. En daarom zei ik dat net ook met die, bijvoorbeeld met de Koran. Ja, dat is 600 na Christus. En nog niet, weet niemand wat erin staat, toch? Niet eens iets. Ja? Maar wij hebben alle wijsheid geopenbaard. En daarom zegt Paulus ook Petrus, ik moet elk opletten, begint al bij mijn P. Maar daarom zegt Petrus, die wijsheid, dus zie je ook dat Petrus op de hoogte is. Dat er is een nieuw programma. De bedeling der genade. En dat is de wijsheid die aan hem gegeven is. Zie je, enkelvoud. Petrus maakt hier ook het onderscheid waarvan ik dus niks weet. En het is Paulus die dat bekend maakt in zijn brieven. En en dan zie ik ook wat hier staat. En dat is vond ik vroeger heel moeilijk. Naar de wijsheid die hem gegeven is, dat is duidelijk, hè? Nou, uw lieden geschreven heeft. Wie zijn er uw lieden? Aan wie Peter schrijft, toch? Nou, dat zijn die in de verstrooiing zijn en de kleine kudde, toch? Oké, maar wat heeft hij dan geschreven? Heeft Paulus aan de kleine kudde geschreven? En weet je wat al gezegd wordt vaak? Het is de Hebreeënbrief. Ik geloof het helemaal niet dat Paulus de Hebreeënbrief heeft geschreven. En daar hebben we ook studies van en er zijn ook teksten voor. Dat je zegt, dat kan niet. Ik zelf, ik weet het ook niet hoor. Maar ik denk, ik zou eerder neigen naar bijvoorbeeld Lucas. Maar wel iemand die Paulus gekend moet hebben. Want aan Paulus is de allerhoogste openbaring gegeven over het kruis en het bloed voor het lichaam van Christus. Maar ik denk zelf ook natuurlijk voor Israël. En Lucas heeft Lucas geschreven. Handelingen geschreven. Waarom zou die ook niet Hebreeën geschreven kunnen hebben? Ik zeg niet dat het zo is hoor. Maar niet Paulus. Want Paulus is een apostel van heidenen. En heeft niet aan de Hebreeën geschreven. Heeft niet aan de kleine kudde geschreven. Dus waarom staat hier nou uw lieden geschreven heeft? En dan staat er ook achter. Gelijk ook in alle zendbrieven. Daarin van deze dingen spreken. Dus hij zegt. Hij heeft uw lieden geschreven. Dus heel specifiek aan jullie. En dan. Gelijk ook, hè, dus net zoals ook in alle zendbrieven. Dus je hebt een brief die aan hun geschreven is.
En je hebt het over zijn zendbrieven. Dus je hebt de zendbrieven en je hebt een brief aan de Hebreeën. Dat is niet hetzelfde hoor. Een zendbrief of een brief is niet hetzelfde. Nou, gaan we mee even naar... en dat noemt hij ook, kijk hier, gelijk ook in alle zendbrieven, vers 16. Daarin van deze dingen spreken, in welke sommige zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun verderf. Dus hij ziet hier, hij zegt hier, de zendbrieven in dat vers, dat zijn schriften. Ja? En een schrift, als je iets een schrift noemt, dan is het geïnspireerd. In vers 15 zie ik niet dat hij dat schrift noemt. Dat schrift slaat op vers 16 gelijk ook in alle zendbrieven. En die worden verdraaid. Daar spreekt hij over. Hij spreekt niet over die brief aan hun. Maar die brieven daar, die worden verdraaid. Nou, dat is ook logisch. Dat, ja, natuurlijk, waar de waarheid is in die brieven, geïnspireerde brieven, daar zit Satan bovenop. Nou, oké, okay, hoe kom ik er nou bij? Nou, gaan we mee naar 1 Korinthe 5 vers 9. Wanneer is de Bijbel, ik zeg het niet helemaal goed, wanneer was de Bijbel compleet? Ja, bij Paulus. Maar wat leert men over het algemeen? Nee, ja, wanneer het compleet was. Wie heeft bepaald wat er in de Bijbel kwam? De kanon, de kanonisering. De kanon, nou dan leert men... Nou, de kanon, dat is dus dat je bepaalt van dat zijn de boeken die in de Bijbel horen. Nou, wie heeft dat bepaald? Nou, wat ik vroeger leerde, en dat is katholiek ingegeven, dus ik kijk even katholieke afdeling aan. Maar dat is 300 jaar na Christus. Volgens mij concilie van Nicea. Juist. En daar hebben ze dan bepaald, dat is schrift en dat is geen schrift. Ja. Nou, als er kerkenraden in het spel zijn, dan moet je maar gauw... Richard Jordan zegt dan... doe de ramen open en vlieg naar buiten of wat dan ook. Maar luister er niet naar. Ga wat anders doen. Want van kerkenraden komen meestal geen goede dingen. En hij heeft nog gelijk ook. Al die grote concilies en synodes. Ik heb ze nog niet op een waarheid kunnen... Nou ja, ik moet een beetje opletten wat ik zeg. Maar, je snapt wat ik bedoel. Wij geloven niet dat God 300 jaar na Christus pas heeft gezegd... van dat hoort wel en dat hoort niet in de Bijbel. Dus ja... Dat is ten tijde van Paulus gewoon gebeurd. Nou, dat gaan we even zien. Maar eerst over die brief. Kijk, zijn alle brieven die Paulus geschreven heeft ook in de Bijbel opgenomen? Want daar gaat het hier over. Het antwoord is... Nee. Kijk, in 1 Korinthe 5 vers 7. Vers 9. Ik heb u geschreven in de brief dat gij u niet zou vermengen met de hoereerders. Nou, welke brief is dat? Nou, dat is dus 0 Korinthe dan, want dit is 1 Korinthe. Snap je? Nee, maar dat is geen grapje, maar het is gewoon zo. Kijk, dit is 1 Korinthe en hij schrijft tegen de Korinthiërs: ik heb aan jullie geschreven in de brief dat je niet zou vermengen met de hoereerders. Nou, welke brief is dat dan? Ja, die bestaat, die zie je niet in de Bijbel, want er is geen brief voor de Korintiërs. Snap je? Dus, dat wil zeggen, Paulus heeft ook brieven geschreven die niet geïnspireerd waren en dus ook niet in de Bijbel staan. Maar dat heeft het lichaam van Christus toen de tijd al geïdentificeerd. Misschien dat Paulus dat zelf al zei. Maar, weet je, wat hebben wij tegenwoordig? Appje sturen, pling. Even, weet je hoeveel appjes je al niet verstuurd hebt? Of memootjes? Lees je ze nog allemaal? Heb jij ze allemaal nog bewaard? Sommigen bewaren dat misschien heel lang, maar op een gegeven moment moet je het een keertje wegruimen. Of je hebt allemaal van die kleine memootjes. Of e-mailtjes. Hoeveel e-mailtjes met een klein berichtje krijgen we niet? En lees je die nog? Nee, die bewaar je niet allemaal, want het is niet allemaal van waarde. Even een tussendoortje bijvoorbeeld. Nou, Paulus heeft ook zo wel eens geschreven, zonder dat het geïnspireerd was en dat in de Bijbel opgenomen werd. Nou, kijk maar mee. Dus daar is dit duidelijk een voorbeeld van. Want 1 Korinthe 5 spreekt hij niet over de eerste brief zelf. Hij zegt, ik heb u geschreven. Hij zegt niet, ik schrijf u in deze brief. Nee, ik heb u geschreven in de brief. Dan refereert hij naar een brief. Nou, gaan we mee naar 1 Thessalonicenzen 5 vers 27.
Nou, er is discussie, is de Thessalonicense brief de eerste of is het de Galaten? Nou, de Galaten brief zegt hij, zie hoe groot de brief ik geschreven heb met mijn hand. He, dat hij zelfs, ziet hij dat, zijn handschrift, zeg maar. Maar hier in 1 Thessalonicense 5 vers 27 zegt hij, ik bezeer u lieden bij de Heer, dus dat is een eed, dat deze zendbrief, ziet, is een zendbrief, Paulus zei in 1 Korinther 5 niet net van, gelijk ik in de zendbrief geschreven heb, in de brief. Maar dit is een zendbrief, al de heilige broeders gelezen worden. Dus hij zegt hier met een eed, lees deze zendbrief. Dus die brief is aan de Thessalonicenzen geschreven en hij zegt tegen hun, allemaal lezen. Ja? En hij noemt het een zendbrief. Nou, een zendbrief, dat is een geïnspireerde brief. Kijk even in 2 Thessalonicenzen 3 vers 17. Nu zegt hij in 2 Thessalonicenzen 3 vers 17 er iets bij, want hij zegt, kijk, de groetenis met mijn hand van Paulus. Het welke is een teken in iedere zendbrief, al zo schrijf ik. Waarom zegt hij dat? Ja? Voor de vervalsingen. Want juist in deze brief ook, in hoofdstuk 2 vers 2, dan zie je dat hij zegt, ja, ze zijn bewogen, van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, als van ons geschreven zijn. Zie je, er waren ook brieven in omloop, zogenaamd van Paulus, en dat is waar Petrus ook zo over spreekt, die de onvaste mensen verdraaien tot hun eigen verderf, die de rondte deden als waren ze van Paulus. Zoals wij nu ook weten, er zijn evangeliën van, er is een evangelie van Thomas, van Maria geloof ik, allemaal evangeliën, en dat is, wij weten, die zijn niet geïnspireerd, dat zijn gewoon vervalsingen, het is gewoon een leugen. Je hebt ook de, hoe heet het ook in de katholieke Bijbel? Apocryfen. Nou, het is voor de protestante wereld altijd al duidelijk geweest dat die niet geïnspireerd waren. En de katholieke kerk staan ze er gewoon nog in de Bijbel. Maar die zijn niet, dat kan je niet de schrift noemen. En de Heer Jezus citeert alle Bijbelboeken behalve de apocryfen. Dat is ook al een teken. Maar goed, dus daarom zegt Paulus hier, het is een teken in iedere zendbrief. Dus hij moest dat gaan doen, die groetenis met zijn hand. Maar goed, jij krijgt een brief, hij stuurt een brief met zijn handtekening eronder. Tegenwoordig zeggen wij nou eventjes in door het kopieerapparaat en tjuk, 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 en dan draai je er even 10 uit en hup, verspreiden via e-mail, bijlagen en iedereen heeft hem. Maar ja, we weten tegenwoordig ook wel eens, je krijgt een e-mail en dan denk je, moet ik hem wel openen, want misschien zit er wel een virus in. Ja? En zo heb je dat ook met de brief van Paulus. Hij stuurde het origineel, maar de rest dan? Die moesten toch ook een exemplaar hebben? Dus die moesten natuurlijk gekopieerd worden. Maar dat ging allemaal wel met de hand. Nou, kijk, in Colossenzen 4 vers 16. Even om inzicht te gaan geven hoe dat gaat, ja? Colossenzen 4 vers 16. Dan zegt hij ook weer aan het eind van zijn brief, wanneer deze, kijk, zendbrief van u zal gelezen zijn, maakt dat hij ook in de gemeente de Laodicense gelezen wordt en dat ook gij die leest die uit Laodicee geschreven is. Dan zou je ook kunnen zeggen, hé, die uit Laodicee komt ook niet in de Bijbel voor. Maar goed, daar heb ik ook een uitleg over, maar dat gaan we nu niet doen. Maar je ziet wel, maak dat hij ook in de gemeente de Laodicense gelezen wordt. Hoe doe je dat? Geef je dan die brief door van de Colossense aan iemand, zodat hij naar Laodicee gaat en dan zitten de Colossense zonder. Er staat maakt. Hoe maak je dat dan? Door te kopiëren. Maar dan heb je een probleem. Want hoe doe je dat dan met die groetenis van de hand? Dat een teken is in elke zendbrief. Moet je dan zijn handtekening gaan vervalsen? Kopiëren? Nee toch? Dus dat zegt hij in het origineel. Maar de kopieën, daar staat natuurlijk zijn originele handtekening. Die kan je niet eronder zetten. Nou, als je dat wel doet, stel je voor, dat doe je. Je doet je vervalse handtekening. Dus je maakt een brief, je verandert een paar dingen. Hè? Verlossing door zijn bloed, haal je weg uit de brief. Hè? Dat is in de Colossenzen, is dat weggelaten, Colossenzen 1 vers 14. Door zijn bloed, weg ermee. En nog een aantal dingen. En dan keurig de handtekening van Paulus om. En dan stuur je hem zo.
kopie, klaar. Of een brief. Hoe voorkom je dat? Dan heb je een probleem. Nou kijk, en daar is 1 Korintiërs 14 vers 37 naar voor. Daar waren de profeten voor. 1 Korintiërs 14 vers 37, onder andere. 1 Korintiërs 14 vers 37. Dus dan krijg je zo'n brief. En dan zie je ook, misschien zijn handtekening wel vervalst. Ziet er allemaal echt uit. Maar wat zegt Paulus in 1 Korintiërs 14 vers 37? Indien iemand meent een profeet te zijn, of geestelijk, die erkennen dat hetgeen ik u schrijf, des Heren geboden zijn. Niet alleen dat ze erkennen dat het van Paulus, want dat doen wij ook. Ik ben geen profeet. Ja? Maar ik ken Paulus als mijn apostel, omdat de Bijbel het zegt. Toen was het woord van God niet af. Dan kregen ze dus kopieën. Wij hebben het nu, omdat wij geloven dat de Bijbel compleet is en het woord van God is, hoef ik niet te twijfelen of dit nog wel echt origineel van Paulus is. Ik heb ook een boek thuis, zoals in het begin toen ik geloof kwam, handleiding der Bijbelboeken. Dus dan krijg je een overzicht van elk Bijbelboek. En dan staat erbij wie het geschreven heeft. Nou, zie je bijvoorbeeld bij een bepaalde brief, het is twijfelachtig of Paulus die wel geschreven heeft. Of het is, waarschijnlijk is het niet Petrus Majestiet geweest. Dat soort dingen. Nou, dat doe ik nou niet meer. Ik lees dit en ik geloof zoals het er staat. Omdat ik geloof dat de Bijbel compleet is en dat is geïnspireerde woord van God. Nou, hier zie je ook, de profeet, ja, die had dus de gave om zo'n brief te lezen en te zien of het ook werkelijk een brief van Paulus was en dat hij geïnspireerd was. Nou, vandaar weten we ook, en die werd natuurlijk ook, wat irritant, zit ik weer met dat snoer. Ja. Vandaar weten we ook dat, wat zou ik nou zeggen? Ten tijde van Paulus, zijn brieven zijn gekopieerd. En het lichaam van Christus met die profeten ook, ze wisten allemaal. Die brieven die bewaren we en die stoppen we bij elkaar. En zo hebben ze de Bijbel samengesteld. Met andere woorden, ten tijde van toen Paulus stierf, was de Bijbel compleet. Inclusief profetische brieven, Openbaring, Johannes, noem ze allemaal maar op. Niet 90 pas na Christus, maar op dat moment, het is samengesteld, hup, kaf erbij, klaar, dit is de Bijbel. En vandaar weten we ook dat alles wat daarna nog gekomen is, en wat er zogenaamd gevonden is, dan weten we allemaal daarvan, nee, dat is niet van het geïnspireerde woord van God. En daarom staat die brief die Paulus aan de Korintiërs schreef, zit er ook niet in. Want de profeten hebben gezien, hey, dat is geen geïnspireerde brief. Dat is gewoon even een brief tussendoor van Paulus. Ja, waarom? Dat kan, waarom niet? Dat kan toch ook? Kijk, en 1 Timotheus, 2 Timotheus 3 vers 15 gaan we even heen. Tweede Timotheus 3 vers 15, wat zegt hij daar? Want wij geloven dat de kopieën dus ook het woord van God zijn, als ze gekopieerd zijn. Kijk, 2 Timotheus 3 vers 15. En dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof het welk is in Christus Jezus. In Christus Jezus is. Had Timotheus originele of kopieën? Kopieën. En ziet hier, die kunnen hem wijs maken tot zaligheid en in vers 16 al de schriften van God ingegeven. Kopieën is schrift, zie je dat? En als schrift is, is geïnspireerd. Want kijk, al de schrift is van God ingegeven, is door God ingeblazen, is door zijn geest zit erin. Het zijn de woorden van de Heilige Geest. Dus ja, daarom weten we dat God bewaart zijn woord. Ja? Ieder gemeente had gewoon een complete Bijbel in zijn bezit. En als je dat niet gelooft, ja, dan kun je wel zeggen, ja, Paulus, jij zegt, merk hetgeen ik zeg, doch de Heer geeft je verstand in alle dingen. Maar dan moet je wel geloven dat de Bijbel Gods woord is. Ja, en dat geïnspireerd is. En dat Paulus, dat het niet pas 3000, oh ja, als hij dat zegt, hè, op dat moment, merk hetgeen ik zeg, en je hebt die brieven en die kopieën, en je hebt nu dat mensen zeggen, ja, nee, alleen het origineel is geïnspireerd. Moet je nagaan. Als Paulus zegt, merk hetgeen ik zeg, doch de Heer geeft verstand in alle dingen. Ja, hoe kan dat dan? Als jij zegt, alleen het origineel is geïnspireerd. Dan weet ik niet, dan kan dit wel fouten bevatten. Toch?
Nee, wij geloven dat de kopie die wij hebben, en dat is kopie op kopie op kopie, is gewoon hetzelfde als het origineel. Want God bewaart zijn woord. Dus de kanon, om zo maar te zeggen, is niet pas 3000 jaar na Christus. Nou, ik wil nog even een voorbeeld geven en dan gaan we gauw verder. Lucas 4, vers 17. Dan zie je het ook mooi staan. Dat is de Heer Jezus in de synagoge. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was: de geest des Heer is op mij. Daarom heeft mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. En in vers 19 is ook een tekst uit Jesaja. En dan vers 20. En als hij het boek toegedaan en de dienaar wedergegeven had, zat hij neder. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren vervuld. Dus de Heer Jezus erkent hij de autoriteit van wat hij in zijn handen heeft. Noemt hij schrift. En wat had hij in zijn handen? Een originele of een kopie? Kopie. Zie je? Dus kopie is gewoon schrift. Is gewoon geïnspireerde schrift. Als de Heer Jezus dat al doet en gelooft dat God zijn woord bewaart, dan moeten wij dat ook zeker doen. Je ziet ook in Matteüs 24 dat hij zegt: als gij ziet de gruwel der verwoesting, wie het leest, lette daarop of ziet, zegt hij. Dus dan weet je al, de gruwel der verwoesting waar Jesaja, waar Daniel over spreekt, dat is al, hoeveel jaar is dat al niet geleden? Maar dan weet je ook dat die schrift nog steeds actueel is, zo meteen als de gruwel der verwoesting staat, want hij zegt: die het leest, ja, die leest dan in Daniel, hé! Hey, dan leest hij ook in een kopie wat al duizenden jaren, van een schrift die al duizenden jaren ervoor geschreven is. En de Heer Jezus zie je ook weer de autoriteit aan Daniel geeft, maar ook aan de schrift die gekopieerd is, zo meteen duizenden jaren nadat het geschreven is. Want het is nog steeds geïnspireerde schrift. Gods woord. Nou, terug naar 2 Petrus. En dan zegt hij: gelijkerwijs ook onze geliefde broeders, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft. Ja, daar heb ik eigenlijk nog steeds geen antwoord gegeven. U lieden geschreven heeft. Welke brief is dat nou? Nou, dat is een brief die staat in de Bijbel. Net zoals Corinthiërs. Paulus, ik geloof zeker met mijn hele hart dat Paulus aan de kleine kudde dan een brief geschreven heeft om het een en ander uit te leggen. Ja? Onder andere wat wij dus niet in de Bijbel, net zoals met de Korintiërs spreekt hij over hoererij, vinden wij niks van in de Bijbel. Ja, in 1 Korinthe, daar herinnert hij eraan, ik heb jullie daarover geschreven. Nou, ook Petrus weet, dus Paulus heeft een brief geschreven, die is niet geïnspireerd, ja? Maar wel aan hun geschreven heeft, betreffende, wat staat daar? Gelijk, kijk, en dan zegt hij: gelijk ook in alle zinbrieven. Zie, nou gaat hij over naar de brieven van Paulus die wel in de Bijbel staan. Daarin van deze dingen sprekende. En waar gaat het over? In dit hoofdstuk. Over het oordeel, over de komst van Christus. En Paulus zegt al, of Petrus zegt al, Paulus, hij is de verklaring waardoor wij weten dat de Heer Jezus niet komt en wij weten dat hij nog komen gaat, maar het is uitgesteld, niet afgesteld. Nou, Paulus zal daar dus waarschijnlijk in een brief naar hun wat over geschreven hebben. Niet wat in de schrift is opgenomen, geen zendbrief is. Maar wat ze wel weten. En dan zegt hij, en precies zo, zeg je hier. Dus Paulus heeft wel, zeg maar, aan de kleine kudde geschreven, maar niet geïnspireerd, staat niet in de Bijbel. Maar daarna zegt hij, gelijk hij ook in al zijn zendbrieven aan ons het lichaam van Christus geschreven heeft. In al zijn brieven, dus Petrus heeft ook de brief van Paulus in zijn bezit. En hij weet ervan. En nou ja, als je daarover nadenkt, over deze dingen, dat is de langmoedigheid waar hij over spreekt. De bedeling der genade is de langmoedigheid, toch? Dat is waar wij nu in leven. Dat is de langmoedigheid van God al 2000 jaar. En Paulus' brieven spreken toch over deze dingen, of niet soms? Ja, zeker. En als we nou bijvoorbeeld een voorbeeld hebben. Even kijken. Nou, kan nog even, 1 Thessalonicenzen. Een voorbeeld. En Paulus spreekt natuurlijk over: wij zijn behouden van de toekomende toorn.
Paulus spreekt over de val van Israël. Hij spreekt in Romeinen 11, 9, 10, 11 over Israël verleden, heden, maar ook over in de toekomst. Dat Gods beloften zijn onberouwelijk en dan zal Israël geheel zalig worden. Maar de verharding is voor een deel over Israël gekomen. Romeinen 11, vers 25. Totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En dan zal Israël weer teruggeënt worden. En dan zullen de heidenen die tak afgehakt worden. Niet de redding, maar dat God handelen met Israël weer verder gaat. En dan zal de Heer Jezus Christus ook komen. Dus Paulus spreekt ook over deze dingen. En Petrus refereert dus daarnaar. In al zijn zendbrieven schrijft hij erover. In al zijn zendbrieven spreekt hij over het lichaam van Christus, maar ook in verband met Israël. Al is het misschien maar één vers of iets. Nou kijk, hier in, wat zei ik? 2 Thessalonicenzen geloof ik. 1 Thessalonicenzen 2, vers 14. Ja. Want gij broeders, zijn navolgers geworden der gemeente Gods die in Judea zijn. In Christus Jezus. De Thessalonicenzen die maken hetzelfde mee als de gemeente Gods, de koninkrijksgemeente in Judea. Terwijl ook gij hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers, gelijk zij als zij van de Joden. Welke ook gedood hebben de Heer Jezus en hun eigen profeten en ons hebben vervolgd. En goden niet behagen en alle mensen tegen zijn. En verhinderen ons te spreken tot de heidenen dat zij zalig mochten worden. Opdat zij alle tijd hun zonden vervullen zouden. En de toorn is over hen gekomen tot het einde. Hier spreekt over de toorn, over het volk Israël. Tot het einde. Maar Paulus spreekt ook over de bedeende genade. Waarin is Jood en Heiden. Ja, er is geen verschil. En dat Israël nog een geweldige toekomst staat te wachten. Maar dat het lichaam van Christus nu. Hè, 2 Thessalonicenzen. Wat is nu de oorzaak dat de antichrist nog niet komt, maar ook dat de Heer Jezus Christus nog niet naar de aarde komt. Over deze dingen spreken, zegt Petrus. Nou, wat spreekt Paulus dan over? 2 Thessalonicenzen 2, vers 6. Nu wat een wederhoud, weet gij, opdat gij geopenbaard wordt te zijn in eigen tijd. He, wat houdt wederhoudt de antichrist en dat de plan van God verder gaat, ook zometeen met Israël, het koninkrijk gaat komen, dat zijn wij en dat is de bedeende genade. Zolang de opname er nog niet geweest is, ja, wordt dat nog steeds tegengehouden, waar Petrus over spreekt, de tweede komst van Christus. Nou, dat lezen wij overal in de Bijbel over de tweede komst van Christus en dat wij de wederhouder zijn en dat, dat we in een tijd leven, in een tussenhaakje ingevoegd. Daar spreekt hij in al zijn brief over, de brief van zijn Paulus. Dat is allemaal in de bedenkende genade. En dat is de oorzaak dat de tweede komst nog steeds niet is. En dat het oordeel ook nog steeds niet gekomen is. Nou, we gaan terug naar 2 Petrus. En dan zien wij dat hij ook zegt. Dus Paulus spreekt in al die brieven daarin. In welke dingen sommige zwaar zijn om te verstaan. Die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Ja, verdraaien. En dat gebeurt ten tijde van in het Oude Testament al. Als je kijkt, ik heb een psalm 56, had ik een mooie psalm gevonden die daarover spreekt. En dat is van alle tijden, want wie is de oorzaak van de verdraaiing van de schrift uiteindelijk? Satan. Dat deed hij in Genesis 1 al, toch? Of Genesis 3. En zijn doel is ook om dat te verdraaien. Want als je krijgt verdraaide schriften, dan krijg je ook verdraaide gelovigen. Ja? En Psalm 56, vers 6, dan zie je het ook staan. De ganse dag, en dan spreekt hij over de gelovigen in de grote verdrukking. De ganse dag, de vijanden daarvan. De ongelovigen, de aanhangers van de antichrist. De ganse dag verdraaien zij zijn mijn woorden. Al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade. Zie je? Verdraaien zij mijn woorden. En dat ze verdraaien de woorden van de gelovigen. Ze verdraaien de woorden van Christus. Ja? Peter zegt, het is allemaal tot hun eigen verderf. En spreekt hij over de Joden. Nou, als we even doorbladeren, dan gaan we gauw door naar Handelingen 9, want ik wil afsluiten.
Dat is dus ten tijde van. De alle tijden, ook bij Israël is dat zo. Peter spreekt ook over leraren die de boel verdraaien. En als je kijkt met het lichaam van Christus, hebben we ook Joden die de schrift verdraaien. Daar is Petrus mee te maken gehad. Daar krijgen ze straks in de grote verdrukking mee te maken. En in Handelingen 13, het lichaam van Christus, met Paulus had er ook last van. Kijk, 13 vers 10. Dat is die tovenaar, ja. En die probeert Paulus, de stadhouder, een verstandige man, te beletten dat hij ook gaat luisteren naar Paulus. Want in vers 7 zie je dat hij zocht zeer het woord Gods te horen. Maar Elimas, de tovenaar, want zo wordt zijn naam overgezet, weerstond hen, zoekende de stadhouder van het geloof af te keren. Doch Saulus, die ook Paulus genaamd is, vervuld met de Heilige Geest en de oog op hem zeide, houdende zeiden, o gij kind des duivels, vol van alle bedrog en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heren. Te verkeren, dat betekent te verdraaien. Te verdraaien de rechte wegen. Hier probeert hij het genade-evangelie te tegen te houden, te verkeren en te verdraaien. En we kennen natuurlijk ook in Galaten 1 vers 7 dat hij zegt, een ander evangelie, ja. En wat krijg je dan? Ik dacht dat ik het uit mijn hoofd kon zeggen, maar Galaten 1 vers 7. Dan zie je ook, dat zijn ook Joden die dat proberen. Galaten 1 vers 7. Kijk, daar er geen ander is, maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Nou, dat is verdraaien. En hij heeft Paulus het ook over in Titus, die hele huizen omkeren. Om vuil gewins weer. Hè? Ook om de mensen, om het verdraaien van het woord. Nou zeg ik natuurlijk niet dat alleen Joden dat doen. Dat was toen de tijd, had hij daar natuurlijk heel veel last van. Wij zien dat Satan werkt overal. En dat wij daar natuurlijk nu ook dingen van zien. Hè? Denk alleen maar aan al die Bijbelvertalingen die er zijn. Nou, en ze zijn allemaal anders. Ja, volgens mij kan dat niet. Ik bedoel, Gods woord kan niet in 10 verschillende vertalingen allemaal Gods woord noemen. Dat kan niet. Nou, daarom. Dus ik heb als laatste tekst die ik nog even wil citeren. Dan spreekt hij over gelovigen van het lichaam van Christus, die ook het woord van God verkeren. 2 Timotheüs 7 vers 18. Heeft hij over het rechtsnijden van het woord de waarheid. En dan spreekt hij over vers 16. Stelt u tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. En hun woord zal voorteten gelijk de kanker onder welke Hymenees en Philetus, die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstanding al reden geschied is en verkeren sommigen geloof. Weet je hoe dat komt? Wanneer verkeer je iemands geloof? Wanneer verdraai je iemands geloof? Als je ze afhoudt van het woord en waarheid recht te snijden. 2 vers 15. Zij zijn daarvan afgeweken. En wat gebeurt er dan? Wordt iemands geloof wordt verkeerd. Verkeren is verkeerd. Hoe komt dat? Omdat hij niet erg snijdt. En dan ga je dingen dus. Ja, dan moet je dingen gaan vergeestelijken of kloppend maken of wat dan ook. Wat doe je dan met het woord? Verdraaien. Nou, en dat is. Sluit u nu af. Dat is wat precies wat 2 Petrus 3 vers 16 ook zegt. He, al de zendbrieven daarin van deze dingen sprekende, in welke dingen sommigen zwaar zijn om te verstaan. Ja, van deze dingen spreken over de komst van Christus. Sommigen denken nog, ze wachten op de tweede komst van Christus op de aarde. Gelovigen in het lichaam van Christus. Maar nee. Die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Inderdaad, als jij gelooft bijvoorbeeld met de komst van Christus, dat die komt in de grote verdrukking, dat jij door de grote verdrukking moet hebben. Nou ja, dan. Dat is tot je eigen verderf. Want dan zie je niet echt uit naar de komst van Christus. Dus het heeft effect op jou. De gezonde leer heeft effect op jouw emoties, op je wandel, op je zekerheid, om alles. Dus een ongezonde leer, een verdraaide leer, ja, dan heeft dat ook een effect op jou. Dus we moeten het woord en waarheid recht snijden. En Petrus die doet het ook, die weet dat. Hij weet aan Paulus dat hij dat ook moet doen.
En dat moeten wij dus ook doen. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken dat uw woord zo helder en duidelijk is. We weten, we hebben Gods woord in onze handen, Vader. Geen letter hoeft erbij, geen letter gaat eraf. Ook geen brieven die misschien nog er zogenaamd in zouden horen. Want we weten en geloven dat uw woord is gecompleteerd toen Paulus zijn laatste brief heeft geschreven. En dat het lichaam van Christus toen in bezit was van de hele Bijbel. En daarmee kunnen we ook alles uitsluiten, Vader. Vader, bedankt dat we dit woord ook zo begrijpen, rechtsnijden. En dat we ook weten dat wat Paulus schrijft, dat voor ons is, voor onze versterking. En dat we ook al een blik in de toekomst kunnen werken door wat Petrus schrijft, Vader. Maar ook dat we zien dat hij ook Paulus erkent als de apostel waar wij nu in deze bedeende genade naar moeten luisteren. Zo zullen zij dat ook moeten doen naar de 12 apostelen, naar de evangelieën en de Hebreeënbrieven en de besnijdenisbrieven in de grote verdrukking, Vader. Dank u wel dat we dit mogen zien, Vader. Dank u wel voor het offer van uw Zoon aan het kruis, want daardoor hebben wij al onze zonden vergeven. En voor uw opstanding, Vader, waardoor wij nu gerechtvaardigd zijn. En vrijmoedig de toegang tot u hebben en vrede met u. Dank u wel voor deze genade. In Christus' naam. Amen. Goed, bedankt dat jullie er weer waren. Volgende week, aanstaande zondag, zitten we in Hanningsveld, Giessendam. Misschien zie ik jullie daar. En anders zou ik zeggen, tot de volgende keer. Word gesterkt in de genade. En allemaal de groet, ook hier vanuit Sassenheim. Tot ziens.